Voor de winnaar van vandaag, Adi van Stip, sorry, Blake Bouten. Een hartelijk applaus klinken voor de winnaar van vandaag. Dames en heren, uw applaus voor Freek Bouten. En uiteraard gaan we het podium voorzien van de felicitaties. En ook van de prachtige bos bloemen. En dan gaan we natuurlijk de fotografen vragen om dit podium vast te leggen. En wij als publiek, dames en heren, brengen de handen op elkaar. Goed, en natuurlijk de winnaar van vandaag, Freek Bouten. En dan gaan we natuurlijk de fotografen, de kleding stellen, het podium vastleggen. Wij als publiek, dames en heren, brengen de handen op elkaar voor Randy Jansen, voor Arno Bout en natuurlijk de winnaar Gordy Jacobs. Dan wil ik nogmaals het aanwezig publiek vragen voor een hartelijk applaus voor zijn tomeloze inzet. Het stellen op dit podium bij de nieuwelingen vast te leggen. Wij als publiek, dames en heren, gaan ook maar eens applaus laten klinken voor Sam Geurts van Kessel, Thomas Bank en natuurlijk de winnaar Ruben van Duren. Wij brengen om dit podium vast te leggen. Wij als publiek gaan nogmaals de handen elkaar brengen voor het podium bij de dames. Een applaus voor Hanna Arlon, Katharina Garoes en natuurlijk de winnares Fanny Koppelmans. Dames en heren, dan mag een applaus nogmaals klinken voor Anouk Dikhoff. Dames en heren, zien we ook straks terug voor de huldiging. Dat gaan we natuurlijk ook nog eerst kijken. Daarmee zal volgens mijn administratie de winnaar bij de mannen cyclocross. Dames en heren, uw applaus voor Robin van Poppel. Uiteraard gaan we het podium voor. Ja, dames en heren, wij als publiek, wij brengen de handen bij elkaar. We gaan een applaus laten klinken voor Jip Schoer, voor Pekka Heijn en de winnaar van vandaag. Dames en heren, Robin van. Voor de laatste ronde, als het gaat. En dan nog een kijkje naar diverse bonners. Ja, hem gaan we ook natuurlijk uitnodigen zijn binnenkomen. We kijken hier naar de finish binnenkomst van de tweede, dames en heren. En van de raad. Wij gaan ons niet de handen elkaar brengen voor Steven. Voor Steven Uris. En van de raad, dames en heren. En tot slot natuurlijk de winnaar, Daan Bongers. Nee, ik heb nog eerst katten af voor rondje hier. Ik ga dat tussen staan.
Maar volgens mij, ja dames en heren, last klus. Het gaat er toch met de winst vandoor. En dat weet ik overigens natuurlijk van de duo aan de leiding. Gaan we dus alle overige renners fijn klasseren. Voor het podium bij de meisjes van de jeugd 2. We gaan ook naar de totale van Lubbers, Jurgen Adriaans. Dan wil ik de dames even vragen om te blijven staan. Want we gaan applaus laten klinken voor het podium van de jeugd 2, de meisjes. En natuurlijk voor de winnaar. Voor de renner voor de dag, de fotograaf de gelegenheid staan het mooie foto maken voor het podium bij de jeugd 2. Jongens, uw applaus voor Emiel, Luid, uw applaus voor Joep Stuurman en de winnaar natuurlijk, Lars Kleuskens. De jeugd 2 jongens, maar natuurlijk ook de aanbiedingsvrij voor Stef Kleuskens. En ik wil onze fotograaf natuurlijk vragen om ook dit... Spelletje voor de laatste ronde. We kijken de doorkomst van Mees Simons naar de laatste ronde. Kurt Simons. Dat betekent dat natuurlijk het belletje heeft gekomen. Maar de eindsprint, de sprint is aangezet. We gaan kijken naar... Van deze afstand zou ik zeggen dat Kurt Simons gewonnen heeft. En dan Mees tweede. Maar nogmaals, ik ga even naar hier met de jurycollega's. Mooi eindsprint voor de ronde van deze eerste van de openingswedstrijd. Voor de Baby Cross Cup voor 2023-2024. Als we de foto vlakken van de jeugd 1, dit applaus voor Freke Janssen, van Rijden, de Heide, de zevende winnares, Puk Simon. Mooie foto's maken, hier applaus voor Daniel Dassen, Stef Heusen en natuurlijk Mees Simon.